dat is zo'n 30 jaar geleden. Michel Wijswiet? Michel Wijswiet. Dat is de artistiek leider van Stijn. En is dat jouw groot voorbeeld? Nou, nee, dat zou ik niet zeggen. Wat doet hij allemaal? Hij treedt op ook. Hij treedt ook donderdagavond op, samen met een celliste. En, hij speelt dan The Hand. En een soort gelijke apparaten als die daar liggen. Ja. Waarbij je dus door met je handen te bewegen geluiden kunt maken en vervormen. En hij samplet dan de geluiden die de solisten maakt. En zo gaan ze op elkaar reageren. En hij heeft dit ding ook gemaakt? Ja, dit was volgens mij wel uit zijn beginperiode. Wat is hij voor een man? Ja, ik ken hem helemaal niet zo goed. Ik ken hem helemaal niet. Ik heb hem een paar keer gezien en een paar keer gesproken, maar... En wat zei hij? Ja, hij vond ons optreden toen wel leuk. Hij is wel een belangrijke man, toch? Ja, maar dat instrument wat ik heb, dat komt een beetje in de buurt bij dit uit. Het is eigenlijk hetzelfde idee. Ja? Maar dan... de geluiden die daaruit komen zijn iets rijker, omdat... Wat meer misgaat in de elektronica, zeg maar. Ja. Maar dat was wel een compliment dat hij jou... Ja, we zijn waarschijnlijk aan de hand van dat optreden hiervoor gevraagd. Oh ja. En waar was het optreden? Dat was in Stijn zelf. Ja. Maar je hoort het als je dichterbij gaat, dat er ook wel iets gebeurt. Dan hoef je nog niet eens aan te raken. En kriebelt dat ook aan je voeten? Nee, je voelt er niks van. Nou, net had ik wel het idee dat ik een beetje stroom kreeg. Het valt allemaal mee. Okay. Ik vraag me alleen af waar deze dingetjes voor zijn. Nou, deze doet wel iets. Maar deze doet niks. Misschien in combinatie. Hoe noem je zo'n ding nou? Is dit een kunstwerk of een instrument? Dat is een beetje moeilijk. Het is wel een instrument, maar de mogelijkheden zijn ook wel vrij beperkt. Dus ik denk dat je heel goed moet realiseren wat je ermee wilt doen. Maar zoals het er nu bij staat, is het een beetje meer een soort speelgoed eigenlijk. Speelgoed is het? Ja, dus, ja, dat idee krijg ik wel bij de meeste dingen die hier staan eigenlijk. Daarvoor is het ook bedoeld. Komt er dan muziek uit of geluid? Dat ligt eraan hoe je het speelt, denk ik. Ah. Maar dat ligt ook wel een beetje aan het instrument, ja. Wanneer wordt geluid dan muziek? Misschien op het moment dat je kunt horen dat er iemand dat geluid aan het vormen is, aan het kneden. Of zo. Ah. Op het moment dat iemand daar
iets in, ja, hoe zeg je dat? Ik weet niet, voor mij is de grens soms een beetje vaag. Ik kan over straat lopen en muziekstukken horen. Maar, ja. En maakte jij nou net geluid of muziek? Dit noem ik geluid maken. Ik vind het wel heerlijk geluid, maar... Zulke lage voltages niet. Thank you.
apparaat? De dansomatiek. Werkt dat heel ingewikkeld? Nou, eigenlijk betrekkelijk simpel. Want je ziet dus vier akkoorden die aan het plafond, uit het plafond houden. En op het moment dat dan een van de akkoorden trekt, dan begint de muziek te lopen. En het geluid start met een beetje, ja, percussief geluid, een telefoon. Wat zit er aan het eind van dit touw dan? Daar zit een sensor aan. En aan alle vier de touwen is een sensor en dat gaat naar een computersysteem. En daarmee wordt de muziek bestuurd. En op het moment dus dat er niemand aan de touwen zit, dan wordt het geluid ook veel dunner en sterft uit. Oh ja. En als je een touw een lange tijd vasthoudt, dan gebeurt er ook wat. Is dit een muziekinstrument? Nee, het is een beetje ontwikkeld met het idee van dat je je eigen DJ kan zijn. Oh ja. Meestal als je in een discotheek bent, dan wordt de muziek heel erg bepaald door DJ's. Maar in dit geval, het is wat we dan eigenlijk... Had je genoeg van de disco? Nou, dat niet zozeer, maar een beetje het idee voor zo'n tentoonstelling. We wilden de kleinste discotheek van Nederland in ieder geval bouwen. En dat je dus op zo'n manier ook zelf een beetje kan besturen wat er gebeurt. Dit is de kleinste discotheek van Nederland? Ja, zou je het kunnen doen. Heb je ook zo'n ding thuis staan? Nee. Zou je dat graag willen? Dat zou ik wel leuk vinden, ja. Ja. Het is erg leuk om hier... En is dit voor kinderen? Te gaan. Dit is voor iedereen die een beetje van dansen houdt en die geen epileptische neigingen heeft, want die is stroboscoop en die... Vinden mensen het een goed ding? Wat we tot nu toe ervan gemerkt hebben, vinden mensen het erg leuk. Ja. Mijn persoonlijke ervaring is dat als je er 20 minuten in hebt staan hoppen, ja. dan moet ik er echt uit. Oh ja, waarom? Want vanwege dat licht word ik gewoon helemaal gek ervan. Kijk, nu heb je nog heel veel licht van buiten, maar dat gaat straks uit. Je hebt straks echt alleen maar die flikkerlichten. Oh. En daar kan je toch wel behoorlijk naar best worden. Ga je ook wel schoon naar disco dan? Nee, maar ik luister. Ik luister wel redelijk veel naar housemuziek. En deze muziek die je hoort, die heb ik dus ook allemaal gemaakt. Het apparaat is bedacht door Michel Wijsves. Oh ja? Ja. Hij is in feite van de meeste apparaten hier, is hij de bedenker. En bij alle installaties eigenlijk die ik, of tenminste die geluid voortbrengen, daar heb ik het geluid van verzorgd. Zeg maar. Wie is die, wat is daar voor man, die Michel Wijs? Michel Wijsvis, dat is de directeur van Stichting Stijm. Ja. En ook de bedenker van dit festival, Touch. Oh, ja. Dat is een bijzondere man. Ja, dat is een tamelijk creatief iemand, vind ik wel. Maar was het niet zo dat hij zich te oud voelde om naar de disco te gaan, dat hij gewoon maar zelf een ding voor je huiskamer bouwde? Nee, dat idee zit er echt niet achter. Het is echt, voor een tentoonstelling hebben we dit bedacht. En wat we willen is na het Frascati Festival, zeg maar, willen we met de hele tentoonstelling eigenlijk ook nog op reis gaan. Oh ja. En daar is redelijk veel belangstelling voor. En hier gaan ook een optreden hiermee doen, hè? Ja. Wie? De bedoeling is dat er een groep dansers dit hier ingaan. En dan minimaal een stuk of 10, dus dat het goed vol wordt. Oh. En... dan wordt er gewoon een stuk gedraaid, gebaseerd helemaal op deze muziek, maar meer met een bepaalde loop erin, dus een climax toe enzovoort. Ja. En in de zaal zie je eigenlijk alleen maar dat geknipper. Je hebt een beetje het lekken wat uit de doos komt, vanwege die speaker die bovenop ligt. Maar in de zaal verder hoor je eigenlijk niet zoveel, behalve dus dat lekken. En schuplaag, dus al het hele lage tonen, die worden wel in de zaal doorgegeven. Je ziet mensen hier gaan trekken? En je ziet mensen natuurlijk aan die touwen trekken enzovoorts. En natuurlijk dat geflikker. Dus je zit eigenlijk in de zaal als een beetje van, god, wat gebeurt daar nou allemaal? Je hoort een beetje vaag gerommel en je ziet die mensen daar helemaal loos gaan in deze doos. Moet ik ook nog even filmen? Loos in de doos. Ja, dat jij hier zit en dat wij dan buiten het filmen door de ramen. Thank you.
wat harder. Het moet eigenlijk ook nog wat harder. Hij loopt, hè? Wat is het voor een apparaat? Dit is de Dansomatiek. En heb je een dit boekje dan? Want je wil gewoon door kunnen dansen. Nou, op zo'n manier kan je dat dus spelen. En aan de touwen zitten doren. Enzovoort. En dat geheel bestuurt de computer. En die computer die maakt de dansmuziek. En dat heb jij allemaal bedacht? De machine is bedacht door Michel Wijsvis. En ik heb de muziek eigenlijk erbij verzorgd. Hoe heb je het muziek gemaakt? We gebruiken eigenlijk alle installaties op dit festival waarbij geluid gebruikt wordt. Daar maken we gebruik van een computerprogramma wat Michel Wijsjes en ik samen bedacht hebben. En dat computerprogramma heet Lisa. En wat je daarmee kan doen is, je kan geluiden samplen, dus in de computer stoppen en die ook besturen op een niet echt een artiest, tenminste zo zie ik mezelf niet. Ik ben computerprogrammeur. Maar ik werk al meer dan 10 jaar samen met Michel Wijsvis, onze artistiek directeur. En ja, ik ben ook een brein. En vaak, als wij dan samen over dingen beginnen te praten, zo van, hij heeft een idee, en dan denk ik, dan kan je ook nog dat en dat doen. Dan krijgen we een soort sneeuwbaleffect. Waarbij we elkaar aansteken voor nieuwe ideeën. En van wat voor muziek hou je het meest? Dat ligt heel erg aan mijn buik. En de muziek van Michel Wijsvis, Willy Mooi? Ja, ook ben ik het laatste stuk wat hij gespeeld heeft, The Spirit of the Digital Djembe. Daar speelde ik dus ook echt mee als muzikant. En ik geen muziek aan, dat ik niet mooi zou vinden. En jij bepaalt ook hoe de... Want hij speelt op een instrument in concerten, dat noemt hij de handen. En nou, dat wordt ook deze week, geeft hij daar een voorstelling mee. En dat is een instrument wat hij zelf helemaal bedacht heeft. En dat is dan weer iemand anders die dat echt gebouwd heeft voor hem. Maar dat is zijn instrument. Is dit het beste ding van de hele tentoonstelling? Ach, het beste, dat is moeilijk te zeggen. Het zijn allemaal leuke dingen. Wat ik leuk vind is dat je hier, maar dat komt meer door de achtergrond. We zijn hier een hele tijd mee bezig geweest om het goed te krijgen qua muziek. Was het moeilijk? Michel was in eerste instantie niet echt tevreden over wat ik gemaakt had. Waarom niet? Hij vond er te weinig variatie in zitten. En hij wou meer touwtjes. Ja, dat niet zozeer, maar hij wilde dat er wat meer gebeurde, wat duidelijker van ik trek aan een touw, dan gebeurt er dit. En toen ben ik heel lang bezig geweest, vrijdag nog. En toen vrijdag aan het eind van de dag, op een gegeven moment ik was echt behoorlijk moe. Toen had ik echt zoiets van, nou, zoals ik het nu heb gedaan, nou moet het gewoon goed zijn. En toen heb ik hem vrij hard gezet, ik ben in dat ding gegaan. En toen ben ik gewoon inderdaad echt een kwartier lang helemaal los gaan, want ik vond het te gek. Ja. En toen kwam hij later ook. Een kwartier lang, dat was echt leuk.
Ja, god, we staan nu met z'n vieren erin. Ik denk dat er nog wel 8 bij kunnen. Het is een beetje touwen, maar dat is het. Staan, die vinden het wel lekker om als ze gewoon ongestoord door kunnen springen. Zou je zelf ook graag DJ willen zijn? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat ik niet zo lang. Ik zou er denk ik niet zo goed tegen kunnen om zo lang in de herrie te staan. Dat is het gewoon. Ik vind dit gewoon heel erg leuk. Want hij staat nou nog niet eens zo hard. En ik vind dat heel erg leuk om dan maximaal een half uurtje erin te zijn. Dan word ik gewoon moe. Tenminste, mijn oren worden moe. En dan hoor ik het niet goed meer en dan wil ik er gewoon uit. Denk je dat kinderen het echt gaaf vinden? Ik denk dat ze het wel erg leuk vinden, ja. Ik denk dat iedereen het wel erg leuk vindt. Heb je ook aan kinderen gedacht toen je dit ding maakte? We hebben bij deze installatie niet specifiek voor kinderen gedacht. Aan wie denk je? Gewoon aan alle leeftijdsgroepen. Ah. Misschien niet de bejaarde mensen. Maar je weet nooit wat voor smaak ze hebben. Bejaarden. Nou, dat flikkeren, dat is een behoorlijk heftig effect. Aha. Kijk, we hebben nu nog behoorlijk veel buitenlicht. Maar als straks in de gang al die lichten uit zijn, dan kan ik je verzekeren dat je lichtelijk gestoord wordt van die stroboscoop-effecten. Is dat jou wel eens gebeurd? Ik heb inderdaad toen een keertje iets van 20 minuten ingestaan. Toen werd het dus echt heel erg duizelig. Nou, door dat flikkeren. Dat is gewoon niet echt gezond volgens mij. En dat mensen daar een hele nacht in blijven staan, dat kan ik ook totaal niet bevatten. Nou, daar ben ik misschien te oud voor. Ga je wel eens naar houseparties? Nee. Michel wel? Nee, ook niet. Hoe weten jullie dan dat het zo eraan toe gaat op een... Dat weet ik. En bedacht gewoon één spot van bovenaf. Maar hij kwam ook meteen met van stroboscopen. Ja. Je bouwt hier een beetje je eigen houseparty. Ja. De privé houseparty. Ja, precies. Dit wordt nu gewoon, als we klaar zijn met de tentoonstelling, zetten we hem weer op Stijn neer. Dan wordt Stijn's ontspanningscentrum. Na een dag werk kan iedereen dan even 10 minuten uit zijn bol gaan. Of zoals Michel dat in de catalogus staat, niet door het lint gaan, maar door het koord gaan. Wat betekent dat? Ja, je kunt dat even helemaal... Hier hebben we gidsje.
Ja, er zitten hier een meisje met gitaar en de gidsen zal jullie overal naartoe nemen. Als jullie vragen hebben of als jullie iets wil weten, kan je het altijd aan de gidsen vragen. Ja, snap hoor. De gidsen zal jullie altijd zeggen van nu tijd voorbij, nu tijd om naar de volgende ruimte te gaan. Zijn er nog vragen van iemand? Ja, ik wil niet. Je mag aan alles komen, maar alles wat je stuk maakt, krijg je thuis een rekening gestuurd. Zeker. Oké? Je bent zelf verantwoordelijk voor alles. Nee, dat moet je niet meenemen naar andere dingen. Dan moet je dat niet halen. Oké. Het lijkt wel wilde dier of zo, jongen. Godverdomme. Die andere komt op de trap, of niet? Je moet wel een beetje in het licht, een beetje hier blijven staan, want anders zien jullie jezelf.
jullie geluid maken, dan verandert er iets in het beeld. Hallo. Hallo. Kijk, Keesje. Hallo. Gruwelijk, hè? En wat doe je? Ja, wat
Yeah.
Ja, maar het is too much. Die mensen zien er ook niet meer zo mooi uit, zo. Ja, is het echt niet fijn, hoor. Ja, het is wel heel enorm, ja. Nee, dat kan echt niet. Nee. Nou, er is ook nog een... nou heel erg, hoor. Er is ook nog een warme... Already sub-economic existence, which is... The word sub-economic becomes a luxury word. It's almost like a deprived society. Yeah. I mean, sub-economic says that you're just a little bit lower than the middle class. But this is even lower than sub-economic now. Because those kids have got kids now.
I mean, if you look in our roads here, you see thousands of kids here. Wherever you drive, you see kids playing. I mean, and they only play basic games. They can't even have a normal little playground here. Mm-hmm, mm-hmm. There's no money. And with the skew development they have in Hannibal Park, all the development takes place in one area of Hannibal Park. But if you're a member of a gang in this one area, you can't go play that side. You can't go. So then, for these gangs, for instance, eh? Do these kids see this as an opportunity to become somebody, or yes, to become rich, or to become perhaps famous in a sense? What does it bring to them? No, look, education and working your way reaches is the hard way. To do it the easy way is to be joined the gang. Mm-hmm. You become famous, you become notorious in a way that's, I mean, it's not acceptable. But to them it is acceptable. And also is that you can drive around in a luxury car with flashy clothes, show flashy money. But you told me about you couldn't be showing off then. No, but that's different. Addiction. Because then you got gang. then you got power. Yeah. You got gang power, you see. That's a different power. So we're speaking two levels here. Yes. Which I could understand because of course, but now it's strange. Eh? Or here it's the contradiction again. Like you have power. No, there is top level power, eh? So-called democracy. Then you have small power. And that rules, to the kids. Absolutely. It's strange that. And there's the same kind of institutionalization which they reject, that they come to reject in being ungovernable. They get within the system of the gangs. The gangs is a very structured, rigid, hierarchical structure of operation which they fall into as they learn and go the grades, mm-hmm, and they go up in the hierarchies. So they in fact have adopted a subculture of their own with a state, with a dress, with a body language, the way they walk, the way they talk. Even codes of generals, there's a general and there's a field guard, there's a watchman, there's a number. Each one has got their own little number. Code. Do you have and children? And you as an individual? No, I don't have children. Because otherwise it would be interesting to ask, how do you keep your children away from it? Eh? No, we've got two welfare children. I mean, I can answer for that. We just don't let them watch. There's always a watchful eye here. The neighbors here all watch the kids. The kids won't stray outside. If you go and see here, the kids will only play here. Yeah? They won't move beyond this little square. So explain what's a welfare child. A welfare child is somebody you don't adopt. Okay? They stay permanently by you. You're responsible for them. They almost like your kids, mm-hmm, but they are the state, they are wards of the state. They stay wards of the state. My mother is their foster mother. Mm-hmm. My mother will look after them till the age of 18. That's the law. They can go if they want to, or they can stay if they want to. The state pays the astronomical amount of, say, X amount, which I don't know. My mother will tell you. But that doesn't even get beyond the... And also, the structures that you're working on is like I said, the workload that social workers have is gigantic, and they have their own little support group. And most of these kids come from domestic workers, from kids who've been neglected, abused, and all that. Mm-hmm. And they come even with their own set of problems too. Mm-hmm. And some of them get misused, but then social workers can explain for themselves. Mm-hmm. You know, I won't go into that because I'm not the expert. And they come here through these social workers. They see this abuse, for instance, and... No, the social workers don't see, I mean, they... How does the people or the kids come actually to a new foster father? The family takes an interest in that. Yeah. Work, okay. And does it as an assistance to the community. Mm-hmm. But they say that all the kids come from Hannibal Park. Most of the kids don't come from Hannibal Park. They come from outside Hannibal Park. It's easier. If the kid comes from Hannibal Park, it will be a problem. The kid will always be running back to his mother. Yeah. It's too nearby. It's too nearby. Are the kids from Novel Park going to another? Oh, I can't answer that one. I just got tickets for nothing. Smile. Can you say bye to your mom? Bye, Mrs. This is Cable. I'll give you some of your stuff. Bye, Mrs. Cable. Ja, het gaat weer. Het is heel
Godverdomme, we moeten hier wel een plan van maken ofzo, want ik kan niet alles maar filmen ofzo. Sociale lagen in elkaar zitten van zo'n wereld, dan ga je toch wel even twijfelen over de relevantie van kunst en dat soort dingen. Daar gaat dit toch over? Dat is goed. You want to be on TV? Thank you.